Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Het is een video voor de vissen en het gaat om week 4. Dit is 31 januari tot en met 6 februari. En het is een algemene reading. Het kan dus zijn dat je niet alles kan plaatsen. Pak eruit wat je nodig hebt en we gaan eens kijken wat jouw weekthema is voor deze week. Wat is het weekthema voor jouw lieve vis? Problemen worden opgelost. Je laat de grootste obstakels achter je. Je hebt de keuze voor jezelf gemaakt. En je laat eigenlijk zien wie je bent en hoe sterk je bent. En ook richting jezelf. Want ik heb het gevoel dat je nu ook wat meer naar jezelf mag kijken. En weet dat ook al zijn er wolken, dat dat ook weer opgelost kan worden. Want wolken vliegen over. Het kan regenen, maar als de regen over is, zie je de zon ook weer schijnen. Dus het gaat deze week vooral om problemen op orde te stellen, zeg maar, oplossen. Lieve vis, wat kan je verder verwachten? Dat je geduld mag hebben. Je wilt het snel, snel, snel. En het is nu tijd om het even rustig aan te doen. Stel je voor, je hebt te maken met een instantie. Je belt. Ja, we gaan ermee bezig. Het is dan niet dat er binnen twee tellen opgelost, omdat het door meerdere dingen nagekeken moet worden of aangepast moet worden. En dat is heel lastig, maar je bent goed onderweg. Hou nog even vol, hou even geduld. En dan zal je merken dat er, dat je weer in balans komt. En dat het echt wel goed komt. Ja, je bent nu een beetje de balletjes nog aan het hoog houden door stress. Dus er zijn meerdere dingen tegelijkertijd waar je mee bezig bent deze week. Meerdere dingen waar je om moet denken, rekening mee moet houden. Plotselinge gebeurtenissen die er komen. Veranderingen die je niet verwacht had. Maar ook positieve veranderingen. Dus hou je vooral vast aan de positieve dingen. Je bent eigenlijk bezig te werken aan je eigen groei. En soms voelt het niet zo omdat het leven te veel druk biedt of dat het even te druk is. Het enige wat je dan kan doen is, laat even alles voor wat het is. Kom terug bij jezelf. En ga dan nog eens kijken. En dan gaan we vaak zien, oh wacht even, maar nu weet ik wat er speelt. Durf vooral de sprong te wagen. Nou, lieve vis, we gaan eens kijken wat voor positiviteitskaartje ik jou mag meegeven. Dus het thema is echt wel werken aan de problemen en oplossingen. Geduld hebben. En ga dan eens kijken wat je verder nog kan doen voor jezelf. Ik kies zelf welke betekenis ik geef aan de situatie. Is het glas half vol of half leeg? En oeps, een foutje. Ik kan sorry zeggen. Het is niet erg als je foutjes maakt. Soms hebben we foutjes nodig om van te leren. En ook andere instanties kunnen wel eens een fout maken. En natuurlijk, als mens zijn, ben je daar niet blij mee. Maar iedereen kan wel eens een fout maken. Dus wees je ervan bewust dat wat voor foutjes er op dit moment ook spelen, dan de fouten opgelost kunnen worden. Ik wil je bedanken voor het kijken, lieve vis. Zet hem op. Hou vol. En dan kom je er zeker. Dank je wel. En tot de volgende keer.